Wat verder weg in het veld is het dan Golden Avenue met aan de buitenzijde daarvan de stalgenoot Common Scott. En zo zijn we dan in de laatste rechte lijn. Hebben we nog 600 meter, nu 500 meter koers voor de boeg. En is het nog altijd Koos Wageman die het commando heeft, maar nu wordt aangepakt. Pakt door Bizar Zandbergen en die neemt over. Bizar Zandbergen heeft de leiding overgenomen. Maar aan de buitenzijde komt al Golden Avenue naar voren. Golden Avenue gaat druk zetten op Bizar Zandbergen. Deze twee paarden naast elkaar. En het is Golden Avenue die de leiding intussen heeft overgenomen. Golden Avenue met Jaap ter Stal. Die gaat weer wat punten binnenhalen hier. Golden Avenue. Dit paard weet hier op de grasbaan als geen ander zijn weg. Golden Avenue is de winnaar. Op de tweede plaats Bizar Zandbergen. Koos Wageman. En Echo Holdenson maken het nog spannend voor de derde plaats. Eerst maar eens even naar de winnaars toe, dames en heren. Want daar komt Jaap ter Stal aan. Na een zeer bekeken rit met Golden Avenue. Deze vijfjarige bruine ruin Alien Dawn in het Vulpix Zimia. Gevolgd door in bezit van Dennis Minema, Bas Krebas, de trainer. Jaap ter Stal, de rider. En Jaapie. Jaapie is jarig. Heb jij Jaap wel eens overdonderd gezien, Hans? Zelden, maar dit is te veel voor Jaap. Hé hey Jaapie, wat een onthaal, of niet? Ja, dit is een verjaardag, hè? Voel jij je jarig of voel jij je jarig? Ik ben jarig, hè? En weet je wat je ook bijna bent? Nee, nog lang niet. Jawel. Nee. Dit was de belangrijkste. Nee, absoluut nog. Ik ben er nog lang niet. Waar zie je nou nog beren op de weg? Nou, er komen heel veel meetings en het staat allemaal dicht bij elkaar. En nee hoor, ik ben er nog lang niet. Er komen niet zoveel koersen meer. Ze komen niet met Graham naar Alkmaar. Ja, nee, maar ik ben er nog niet zeker van. Hij gaat niet de Nigers erop roepen. Nee, absoluut niet. Maar je hebt een goede stap gezet. Nee, ja, natuurlijk, we doen nog steeds mee. En het gaat allemaal goed, maar het duurt gewoon nog 2 maanden. Dan moeten we gewoon erbij zijn. Het was bijzonder natuurlijk, hè? Want ik dacht echt dat hij het alleen van kop af kon. Ja, Dennis zei het ook, maar ik werd afgeschoten. Er is iets nieuws geleerd van zijn paard. Ja, dit kan hij ook. Jij terug naar je paard, Jaap, dan ga ik eens even kijken. Mooi dat jullie er waren. En hier gaat die favoriet en winnaar nog één keer aan u voorbij. Hoor. Applaus, dames en heren, voor de winnaars van de faculteitsvereniging Beta. Gerineus Nathans, dat is Jaap Pieter Stal, jarig. Met Golden Avenue. Maken de volte. Standby. Start gevallen. Paarden zijn gestart voor de grasbaankoers, de amateurs, voor de laatste maal in actie. En het is na de start een strijd om de leiding waarbij Bizar Zandbergen op kop ligt. Bizar Zandbergen met Koos Wageman dichterbij. Bizar Zandbergen en Koos Wageman. Op de derde plaats volgt Golden Avenue. Daarachter volgt aan de buitenzijde Eagle Trans Air. Nog verder aan de buitenzijde Echo Olderson. En verder weg in het veld is het dan de nummer 7 Common Scott. Daarachter dan Andreas Wageman. En laatste van het peloton is Cruise Control. Paarden gaan de eerste bocht in. En bij het indraaien van de bocht leidt Koos Wageman. Met een lengtevoorsprong. Bizar Zandbergen op de tweede plaats. Golden Avenue derde. En Golden Avenue. Die wordt geflankeerd door een thans opkomende Echo Olderson. Die gaat een plaatsje naar voren. Daarachter volgt dan Common Scott. We zijn in de laatste 1300 meter. Daarachter volgt Andreas Wageman. Gevolgd door Eagle Transair. En laatste van het peloton is Cruise Control. Die op wachten wordt gereden. En de paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde. We komen zo langs het laantje van Jochems. Met Koos Wageman nog altijd aan de kop. Op de tweede plaats Bizar Zandbergen. Daarnaast is het Echo Olderson. En die wordt gevolgd door Golden Avenue. Golden Avenue wordt geflankeerd door de trainingsgenoot Common Scott. Daarachter Andreas Wageman, Medical Transair. En laatst is nog altijd Cruise Control. Als de paarden nu de laatste bocht gaan aansturen met nog altijd Koos Wageman. Die onveranderd een lengtevoorsprong heeft op Bizar Zandbergen. Koos Wageman voor Bizar Zandbergen op de tweede plaats. En zo gaan de paarden dan de laatste bocht in. Golden Avenue die probeert positie te veranderen.
even beter, maar ligt in de snoeker. Aan de buitenzijde is er wel vrij baan voor Echo Olderson. En die komt nu in het tweede spoor op de gedeelde tweede plaats naast Bizar Zandbergen. En een lengte nog achter Koos Wageman. Wat verder weg in het veld is het dan Golden Avenue met aan de buitenzijde daarvan de stalgenoot Coman Scott. En zo zijn we dan in de laatste rechte lijn. Hebben we nog 600 meter, nu 500 meter koers voor de boeg. En is het nog altijd Koos Wageman die het commando heeft, maar nu wordt aangepakt door Bizar Zandbergen en die neemt over. Bizar Zandbergen heeft de leiding overgenomen, maar aan de buitenzijde komt al Golden Avenue naar voren. Golden Avenue gaat druk zetten op Bizar Zandbergen, deze twee paarden naast elkaar. En het is Golden Avenue die de leiding intussen heeft overgenomen. Golden Avenue met Jaap ter Stal, die gaat weer wat punten binnenhalen hier. Golden Avenue, dit paard weet hier op de grasbaan als geen ander zijn weg. Golden Avenue is de winnaar. Op de tweede plaats Bizar Zandbergen, Koos Wageman en Echo Holderson maken het nog spannend voor de derde plaats.